Studieboeken zijn er wel, maar komen maandag nog even op de tweede plaats. Zon, bier en frisse studenten waren wel te vinden op het terrein van de Fontys Hogeschool in Eindhoven, waar de jaarlijkse introdag werd gehouden. Studenten genoten ieder op hun eigen manier van de activiteiten. Ben je helemaal gek geworden? Nee, ik heb het al warm, nou wel. Je zit hier al een tijdje, toch? Ja, vanaf 1:30. Dus ik zit hier al een tijdje, ja. Ja, het is wel leuk, hè? Beetje aandacht trekken voor onze vereniging, voor ISIS. Studenten Schaatsvereniging, hartstikke leuk, allemaal lid worden. En ja, op deze manier trek je wel aandacht, dat blijkt alweer. Als je dood neervalt ook? Ja, dan ook, ja. Maar dan heb ik er zelf niks meer aan, dus dat is eigenlijk niet de bedoeling, toch? Lekker afgekoeld? Ja, absoluut. Ja. Het is wel koud. En nu? Nu, droge kleren aantrekken en verder feesten. En bier? Moeten jullie niet iets actiefs gaan doen? Nee, of niet. Bier, estafette, watergevecht? Jij ook niet? Nee, niet echt. Ik ben liever gewoon even rusten, even met nieuwe klasgenoten praten. Het lijkt ook gewoon veel te warm om iets te doen, of niet? Wat zei je, Sven? Het lijkt ook veel te warm om iets te doen, of niet? Ja, het is veel te warm voor dat soort dingen. Maar het is wel leuk om over naar te kunnen kijken en te kunnen genieten. En de bierkracht achter? Nee, niet echt. Ik ga het gewoon proberen. Ja, ik ga gewoon naar achter gooien en we zien wel. Oh, Op je hoofd! Ja, die vrouw!